Nou, dit is het eerste pleintje wat afgerond is weer, als zeg maar aanpak van het winkelcentrum. Dit is een heel mooi stuk. Samen met Klaas-Jan Havinga, de voorzitter van de winkeliersvereniging, maken we een rondje door Stadskanaal. Al een paar jaar is de gemeente hier bezig met de centrumvernieuwing. De centrumvernieuwing is echt nodig geweest omdat wij nou meer dan 25% leegstand hadden. En als je leegstand hebt in een winkelcentrum, als je langs een aantal winkels loopt en de helft is leeg, ja, dan heb je daar niet heel veel plezier van. Dat is gewoon niet goed. Gemeente en provincie investeerden miljoenen in het centrum. Door panden op te kopen werd het aantal vierkante meters winkeloppervlakte verkleind. Gezellige pleinen en terrassen moeten zorgen voor een bruisend centrum. Nu gaat iedereen ook hier gewoon naar zijn terras en gaat dan ook gewoon eventueel eten, bij wijze van spreken. Dat heb ik van mensen gezien. Nou, 20 jaar geleden zouden ze gezegd hebben, we zijn toch niet gek. En nu wel. Maar door de lockdown is het al weken stil op straat. Gaan faillissementen voor nieuwe leegstand zorgen en verdampen daarmee de geïnvesteerde miljoenen? Integendeel, zegt Marcel Steenstra. Samen met zijn vrouw runt hij een natuurdrogist. En volgens hem kwam de centrumvernieuwing net op tijd. Van voor tot achter is het hele centrum eigenlijk klaargemaakt voor de toekomst. En in onze ogen als ondernemers natuurlijk net mooi op de juiste tijd. Ja, als straks de lockdown is afgelopen en het weer begint weer mooi te worden, dat we een compleet nieuw begin kunnen hebben met een nieuw centrum. Steenstra weet dat hij geluk heeft. Als essentiële winkel mag hij gewoon open. Maar er zijn wel heel veel ondernemers die nou dit interview zien en die zeggen van ja, Steenstra, je bent wel heel enthousiast. Maar ik zit er tot de nek en toe in. En we hebben wel een heel mooi centrum, maar ik hoop dat ik het ook dan nog mee mag beleven. Rob Kugel heeft een kledingwinkel. En ondanks online verkoop kijkt hij toch tegen minstens 70% omzetverlies aan. Ik leg dit voor je klaar. Als je dan ziet nu in mijn winkel, ja, die hangt nog bomvol met kleding. Ik zou god niet weten waar ik ermee heen moet. Dat je pensioengeld is wat je opbouwt in je bedrijf. Dat is je potje. Ja, die staan we natuurlijk nu wel een beetje op te eten. Toch gelooft ook hij in de kracht van Stadskanaal. Er zullen zeker een paar winkels sneuvelen. Maar omdat we zo'n centrum hebben gecreëerd, komen er ook weer nieuwe winkels. Je zult wel zien dat misschien de centra rondom Stadskanaal, dat die meer gaan leeglopen dan Stadskanaal zelf. Gewoon omdat we het heel goed doen. Niet iedereen is positief. De Beneluxlaan valt net buiten de centrumplannen. De Beneluxlaan was vroeger ook kernwinkelgebied. Alleen doordat wij gezegd hebben het kernwinkelgebied moet kleiner worden, compacter worden, valt de Beneluxlaan eigenlijk een beetje buiten het kernwinkelgebied. Ik heb altijd gezegd, de Beneluxlaan is gewoon een zelfstandige straat die ook zelfstandig kan functioneren. Winkeliers hebben het gevoel dat er valse beloftes zijn gedaan. Zoals een terras voor de lunchroom. Dat is toegezegd door de burgemeester destijds. En daar probeer ik de gemeente ook aan te houden. Dat hangt heel erg af van hoeveel geld is er nog. Dat geld is ook de reden dat de plannen voor de NAVO-laan zijn veranderd. Eerst zouden alle panden worden gesloopt. Maar gemeente en vastgoedeigenaar kwamen er niet uit, waardoor een gedeelte toch blijft staan. Vastgoed uit de markt halen is heel erg lastig, want het is van een eigenaar. En die eigenaar wil altijd zoveel mogelijk binnenhalen. Eind dit jaar zal de centrumvernieuwing klaar moeten zijn. Welke ondernemers dat nog mee mogen maken, hangt grotendeels af van wanneer de deuren weer open mogen. Maar als het zover is... Eenmaal andermaal Stadskanaal, koop lokaal zou ik zeggen. Kop de veur, zoals ze dat zeggen.